In het gebied van de basis zijn er verschillende soorten basis. In het rechthoektype, zoals de naam al zegt, wordt een rechthoekige voet ingesteld. Hier hebben we de mogelijkheid om de basisdikte als doorsnede weer te geven. Als ik hier gewoon 50 invoer, zien we dat de doorsnede 50 bij 50 is. Als ik hier de tweede waarde op 150 zou zetten, zie je de verandering van de doorsnede. De basishoogte is de hoogte van de basis vanaf het nulpunt. Je ziet dat duidelijk in de vooraanzicht. Hier hebben we dus de bovenkant van de vloer op 0. Dit zie je hier van opzij, en van hieruit wordt de basishoogte berekend. Dit betekent dat de hoogteinstelling op 0 moet staan voor een juiste instelling van bovenkasten. Anders is er nog steeds de z-waarde aanwezig die de z-positie definieert. En als hier een waarde van 150 staat. en de basis is geëlimineerd, dan kan dat tot verwarring leiden wat betreft de hoogte. Een andere instelling is. Als we nogmaals naar de rechthoekige basis kijken. Hier kunnen we L voor links zeggen, dan worden alleen de linkse basisvoeten weergegeven. Maar we kunnen net zo goed zeggen dat we misschien aan de linkerkant en achterkant een basis hebben. En dienvolgens wordt altijd het resultaat weergegeven. De basis terugsprong naar de buitenrand van de romp is vanzelfsprekend. Hier staat links slash rechts 0. Dus als we daar 50/50 -50 invoeren, wordt de terugsprong dienovereenkomstig getekend. Vergelijkbaar met het type rechthoekig hebben we hier de konische voet. Waar de voeten gewoon aan de onderkant taps toelopen. Het volgende type is de V-basis voor voor. Hier voeren we opnieuw de waarde 19 in. En we zien opnieuw de terugtrekking links-rechts. En hier hebben we natuurlijk ook weer 0 mm standaard. De basis links-rechts voor-achter dof zorgt ervoor dat de voorkant doorlopend is. Aan de achterkant zien we dat de zijkanten van de basis doorlopen, zoals het doorgaans wordt gebouwd. De andere parameters blijven hier hetzelfde. Vervolgens hebben we de variant basis links-rechts-voor-achter-in-verstek, dus hier zien we de verstekvariant. Dan hebben we de variant voor-in-verstek-achter-dof. Hier wordt aan de voorkant een verstek getekend en aan de achterkant loopt de basis van de zijkanten dof door. Nog een variant dof en links voor verstek. Hier hebben we dus alleen aan de linkerkant een verstek. Wat interessant is. Bijvoorbeeld als we later kasten in rijen hebben die dan samenkomen. Dan kan het zijn of als er gewoon aan de rechterkant een muur is, dan kan de basis hier gewoon dof zijn. Het tegenhangen rechts voor verstek. En dan hebben we ook al het type basis symbool uit map. En deze beide varianten laten we zien in een aparte video. Want de toegang tot bibliotheken gebeurt in Elements voor het kastobject op dezelfde manier als bijvoorbeeld fronten en deksels. Dit wordt behandeld in een aparte video of hoofdstuk.